Een man van 24 uit Woerden probeert tijdens een avondje uit een ruzie te sussen. Maar dat loopt verkeerd af. Hij wordt zelf belaagd en in zijn been gestoken. Hij raakt daarbij ernstig gewond, hè Suzanne? Ja, dat verhaal begint op vrijdag 18 augustus, op zaterdag 19 augustus rond 3:30 in de nacht. Een vriend van het slachtoffer krijgt ruzie met een groepje mannen. En dat gebeurt op straat voor een café aan de Stationsweg in Woerden. En daar zijn beelden van. Ja, en op die beelden zien we de man die we zoeken. Hij is niet goed in beeld, dus kijk goed. Hier op de stoep van het café aan de Stationsweg in Woerden zien we dat een aantal mannen oneenigheid heeft. Onder wie dus het slachtoffer en zijn vriend. De man in de cirkel is de man die we moeten hebben. Uiteindelijk gaat het groepje weg en ook de man verdwijnt uit beeld. Ja, Suzanne, maar daarmee is het dus niet afgelopen, hè? De vriend van het slachtoffer verdwijnt daar ook uit beeld. Mm-hmm. Het slachtoffer vertrouwt het niet en dan gaat een achter zijn maatje aan. En hij vindt hem ook. Klopt, om de hoek op de Utrechtse straatweg ziet hij hem dan op straat liggen. Hij wordt door twee mannen geschopt en geslagen. Nou, hij bedenkt zich geen moment en schiet zijn vriend opnieuw te hulp. Maar dan wordt hij zelf doelwit en hij wordt met een scherp voorwerp vervolgens in zijn been gestoken. Nou, als dat gebeurd is, gaan die twee agressieve mannen er vandoor. Ja, en hij is flink gewond. Ja, hij is ernstig gewond. Hij heeft een flinke wond aan zijn been en moet in het ziekenhuis geopereerd worden daaraan. Hij heeft hier nog altijd last van. Door de operatie heeft hij enorme snee op zijn boven- en onderbeen. Zijn vriend, die werd geschopt en geslagen, die heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Gelukkig inderdaad. Nou, een van die twee verdachten staat dus op beelden van het café. Hè. We zagen het net, waar de ruzie begon. Laten we daar nog eens naar kijken. Ja, nou, het gaat om een man van ongeveer 30, denken we. Vrij lang is hij, tussen de 1,80 meter en 1,90 meter. En hij heeft zwart, achterover gekamd haar. En verder weten we dat hij of de andere verdachte in een zwarte Peugeot 107 reed. Oké, dat is de info die er is over deze agressieve types. Weet jij misschien wie we hier zoeken? Heb je een tip waar de recherche misschien wat aan heeft? Bel dan alsjeblieft met de tiplijn 0800 60 70 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.